Ik ben benieuwd wat Eddie Zoe eigenlijk op zijn geweten heeft. We houden kort, Eddie, want we gaan het, niet, ja, we gaan het wel met iedereen bespreken. Ik heb de vraag gemist. Wat, we krijgen Filemon Westbrook zo meteen ook. En die heeft ook een enorme staat van dienst. Wat zou ik op mijn geweten moeten hebben? Ja, waar gaat het over? Ja, je bent in de kader van het rapport. Hè? Wat heb jij gedaan? Dat vraagt iedereen die nu vandaag langskomt. We hebben het met de boulevard over dat mensen die daar werken over het algemeen zulke aardige mensen zijn. Dat we ons niet kunnen voorstellen dat er zoveel geschreeuwd wordt. Dat doe ik overal, dat zeg ik ook. Nee, maar, ik heb wel verhalen gehoord van andere prestatoren van vroeger. Ik heb met een producer, Hans Rog, gewerkt. En die wist ook wel wat verhalen van, maar die zei dan altijd, dat heeft die persoon nodig om daarna heel goed te presteren. En de mensen in de buurt die wisten gewoon, hij gaat even de gekke 5 minuten. Maar dat heb ik echt niet. Ik ben niet iemand die boos wordt of zo dan, hoor. Die verhalen van vroeger ken ik ook wel. En die heb ik ook wel gezien, dat er presentatoren gewoon helemaal losgingen. En je wist ongeveer op welk moment van de dag. En als je dan in zijn buurt kwam, was je gewoon weg. Gewoon helemaal weg. Maar liepen mensen ook huilend. Dat was spanning. Gewoon. Ja, spanning. Dat bedoel ik. Ik praat het. Gaat dat over zeggen? Dat moet je Wilfred niet uitleggen. Die is de rusten zelf. Ik heb ook een presentator gemaakt die stijf van de zenuwen voor een uitzending. Daar begreep ik al helemaal niks van. Ik ben ook stijf van de zenuwen voor een uitzending. Maar dat reageer je vervolgens niet op anderen af. Dan ga ik toch niet schreeuwen. Dan ga ik gewoon mijn aantekeningen nog een keer doorkijken. Doe normaal. Maar ben je echt stijf van de zenuwen voor een uitzending? Ik ben altijd gespannen voor een uitzending. Jij niet meer? Totaal niet. Jij komt hier ook 10 seconden voor live binnenhobbelen. Ja, maar je weet toch wat je gaat doen? Je gaat gewoon lekker praten. Ja. Wilfred repeteert ook niet. Bij Boulevard repeteren we. Nee. Dus dan zit je nog met een soort van script in je hoofd. Maar daarop terug te komen, de grootheid die ik dan ken, waar ik echt de naam niet van ga noemen, die had dat omdat die moest dan nog grotere mensen interviewen, internationale sterren. Mm-hmm. En die had dan 5 minuten ervoor. Hè. Je kunt daar rustig van worden in jezelf en stil. Ja. Dat heb ik een beetje. Je krijgt een beetje zweetandje, wordt een beetje stil. Als iemand heel groot is. Hè. Ik heb het echt voor de grootte der aarde. Maar die persoon die kreeg dan de gekke 5 minuten. En dan was iemand die in de buurt was gewoon de sjaak. Ja, apart hè? Ja. Ik heb ook iemand meegemaakt die ontsloeg. Zeker 1 keer per uitzending. Ik werd er wel 1 iemand ontslagen. Die werd de dag daarna weer aangenomen. Die werd wel ontslagen. Ja. Jij kan er helemaal niks van. Ja. Ga jij erbij? Ja. Er stond iemand met zijn monitor in zijn hand. En die moest dan de monitor neerzetten. En die ging gewoon weg. Ja, ik zit er nu heel hard op te lachen. Maar het is eigenlijk heel terug. Bij DWDD kwamen die mensen soms ook echt niet meer terug, hè? Die moesten dan weg. Maar deze mensen kwamen wel weer terug. Bijna al, niet altijd, maar meestal kwamen ze terug. Wat is jouw ergste ding wat je gedaan hebt? Hij heeft een prullenbak omgetrapt. Ja. Hey, ik beken wat, hè? Dan moet je ook. Ik hoop echt dat er mensen zijn die nu zeggen, die gast die lult het zijn nek, en dat ze nu gaan bellen en zeggen wat ik gedaan heb. Maar ik kan me echt werkelijk geen ene fuck bedenken. Nee, je wordt misschien. Matroos. Misschien. Nee, echt totaal niet. Nou, dat is. Jammer, wil ik bijna zeggen. De uitzending is niet leuk, maar het is in deze situatie wel fijn. Ik kan bijvoorbeeld wel chagrijnig worden dat bij Boulevard heb je een vast team. En wat nog wel eens wisselt is bijvoorbeeld de geluidsman. Hmm. Wat ik me niet kan voorstellen, als je dan weer een zoveelste boulevard doet, dat de instellingen in 1 keer anders staan. Dan denk ik, waarom heb ik dit nou wel op mijn oortje en dat niet? En dan kan het wel zijn dat je dat gewoon zegt. Maar dan zeg ik ook inderdaad, jongens, hoe kan het dat de instelling niet is zoals het moet? Waarom heb ik dit wel op mijn oortje en dat niet? Of waarom moet dit nou weer anders? Waarom maken jullie niet eens een keer een draaiboekje? Een cameraman gaat ook niet elke keer opnieuw een kruisje zetten. Dan word je moe van je eigen herhaling. En 's morgens roep je dat nog een keer bij een ochtendvergadering en dan hoop je dat wat mee gedaan wordt. Maar je schreeuwt maar het gaat wel in redelijkheid. Je schreeuwt het niet bij die vergadering. Nee, ook omdat je weet dat die geluidsman die daar op dat moment staat er geen fuck aan kan doen, dat hij dat niet voor elkaar heeft en dat iemand dat daarvoor niet goed heeft doorgegeven. Ik zei Wilfred net ook, er zijn natuurlijk vele honderden medewerkers die gewoon hun werk doen, zowel bij de NPO als bij de commerciële omroepen, die gewoon een hele fijne baan hebben in een leuk team zoals jij, Wilfred, hier. Ja. That's also the job. Ja. En laten we in godsnaam ook een beetje uitstralen, zonder dat rapport te disqualificeren, dat het gewoon een heel breed veld is waar ook heel veel mensen met plezier werken. Dankjewel, Gijs, daarvoor. Wat mooi zeg. Dit is toch heel fijn, dit, hè? Zo ga ik rustig het weekend in. Het is hier alweer van de muren af. Het is wel heel fijn dat je ook die warmte ze nu naar de radio kan laten komen. Wist jij trouwens dat hij ook kunstenaar, zanger, eigenlijk veel meer is Zeker, dan de presentator? Bijna. Ik heb het meegezongen vroeger. Nee, meen je niet? Ik vond het een heerlijk nummer. Ja, echt een guilty pleasure nummer, moet ik hier heel erg bij zeggen. Ja, ik heb dat. Ja, zeker wist ik dat. Leuk zeg, dat je dat weet. Ja, dat is je grootste hit ook, begrijp ik. Ja, op persoonlijke naam weer wel. Ik heb dan weer grotere hits gehad als schrijver of producer. Maar bijna is dan inderdaad. En het som is, dat weet bijna niemand van het liedje bijna. Dat heeft nooit in de hitlijst gestaan. En op het moment dat het uitkwam, kreeg het eigenlijk geen airplay. En dat kan soms gebeuren. Dan heel veel jaar later, dan komt hij in 1 keer bij een 100% NL op een soort van medium rotation. Bij Radio 2 komt hij wel eens langs. Dus op dit moment is het door de jaren dat het dan af en toe gedraaid wordt. Is het klaarblijkelijk is het een liedje wat iedereen kent. Ja. Maar het heeft niet een hitlijstnotering gehad.
wel in mijn systeem. Bijzonder, ik weet het nog van vroeger, want het is een jaar of 15, 20 geleden, denk ik. Ja, dit is 2000. Nou, zie je. Ja. Bijzonder. En wat is je allergrootste hit die je geschreven hebt dan, zeg maar? Dat heb ik samen gedaan met Jay van den Berg, maar dat is wel Romeo, Coming Home. En dan heb ik ook liedjes geschreven met hem samen voor Chips. Dat was natuurlijk ook echt wel een hele grote kinderact. Ja. Dus dat zijn wel van die dingen waar je jaarlijks qua Buma Stemra nog steeds heel blij van wordt. Kijk je dan nog even als je die open gaat? Ik moet zeggen, als je de Buma Stemra lijst krijgt met liedjes die dan het meest gedraaid worden, of waar je nog steeds wat geld aan verdient, dan staat bijna er altijd bij. Dan heb ik wat van die rare, wat jij wel eens doet, hè, van die maffe gelegenheidsliedjes. Liedjes die je dan uitbrengt. Waar je dan ook altijd een afrekening. Heeft er nooit iets opgestaan. Nee, maar waarschijnlijk omdat je het niet geschreven hebt. Kijk, ik zat dan aan de schrijverskant en dan pak je het mee. Maar Romeo dan en Chips, dat zit er altijd bij. Dus je kunt beter schrijven dan zingen? Eigenlijk niet om geld te verdienen, bedoel ik. Ik denk wel dat het zo is. Of het moet zo zijn dat je een artiest bent die helemaal niet schrijft. Hè? Elvis, Tina Turner, ik geloof Tino Martin in Nederland. Maar die treden heel veel op. Ja. Dus als je heel veel optreedt en heel veel tickets verkoopt, dan kun je misschien wel meer verdienen dan de 0,00 weet ik veel wat voor centjes die je van Spotify krijgt nu. Want dat is natuurlijk helemaal niks.